Thank you.
Thank you.
Thank you.
groot applaus. Een staande ovatie voor Lisa Batiashvili. En haar werkelijk weergaloze uitvoering van het veelconcert van Beethoven. Het publiek is razend enthousiast. Inmiddels een van de meest geliefde, meest gespeelde vioolconcerten. Met die cadenzen dus van Alfred Schnittke, Russische componist. En het, u hoort het, het publiek ook, geeft ook een groot applaus aan de muzici van het Concertgebouworkest. Lisa Batiashvili en Pavo Jervy, de dirigent. Ze buigen samen. We kunnen het ook goed met elkaar vinden, die twee. En voorlopig, de aankomende dagen, zullen ze dit programma nog een paar keer spelen. Het Concertgebouworkest gaat samen met Pavo Jervy en Lisa Batiashvili op reis. Zo staan ze in Wenen, in Frankfurt, en ze gaan naar Parijs en Lyon met dit programma, met dat vioolconcert van Beethoven. En daar komen Pavo Jervy en Lisa Batiashvili de trap weer af. En het publiek klapt de handen bijna stuk hier in de grote zaal van het Concertgebouw. En het lijkt me dat het publiek hier toch duidelijk ook om een toegift vraagt. En die zal ze vast gaan geven. Hand in hand, Lisa Batiashvili en Pavo Jervy. Ze buigen samen. Pavo Jervy geeft nu ook weer alle aandacht aan het Concertgebouworkest. En dirigent en solist lopen toch weer de trap op. En nou, helaas geen toegift. Dat is jammer. Maar dat betekent dus wel dat hier de pauze ingaat. En daarna zal het Concertgebouworkest onder leiding van Pavo Jervy verder de vijfde symfonie van Prokofjev gaan spelen. Volgens de componist zelf een van zijn beste werken. Dus laat de radio vooral lekker op NPO Klassiek staan. En totdat het zover is, gaan wij naar een selectie luisteren van de stukken voor piano uit Romeo en Julia. Ook van Prokofjev. En dat is gebaseerd op de muziek die hij schreef voor het ballet Romeo en Julia. Het wordt gespeeld door de Britse pianist Barry Douglas.